belangrijke vraag natuurlijk is, hoe houd je die mensen hier? Want personeelstekort, ja, dat speelt natuurlijk zeker ook in jouw branche. Ja, als je kijkt naar het aantal zeevarenden, dan zien we dat de instroom op de zeevaartscholen gewoon echt naar beneden keldert. Nou, en dat in combinatie met wat zojuist ook al werd aangegeven. Vergrijzing die op ons afkomt, maakt dat wij ons wel zorgen maken als branchevereniging, als reders, van hé, wat gaat dat doen met de Nederlanders aan boord van onze schepen? Dus daar moeten we met elkaar echt wel wat op doen. Net zoals bijna elke sector. En dat realiseren we. Dat is natuurlijk ook waar. Ja, dat realiseren we ons ook. Maar één ding weten we zeker, onbekend maakt onbemind. En de zeevaart heeft als één van de kerneigenschappen dat het zich over het algemeen ver weg op zee plaatsvindt. En dat als het in het nieuws komt, dat eigenlijk altijd negatief is. Dus als we nou met elkaar gaan vertellen dat 90% van alles over zee komt. Dus alles wat we hier zien, wat we aan hebben, wat we gebruiken. Met negatief bedoel je bijvoorbeeld een cocaïnevangst van 8 ton. Ja, maar ook weer de Free Mental Highway. Hè, die een paar weken geleden boven Ameland natuurlijk brand. In brand stond. Cocaïne. Het is een beeld van vies en vervuilend. Hè. We hebben in Amsterdam nu het cruise dossier wat hoog opspeelt. En dan zie je gewoon dat een heleboel mensen de feiten gewoon niet kennen. En dan kunnen we ze niet kwalijk nemen. Welke feiten niet? Nou, wat... We zijn de schoonste, relatief gezien de schoonste modaliteit. Dus per ton kilometer, per ton mijl zijn we vele malen goedkoper. Schoner dan bijvoorbeeld, vliegtuig is helemaal makkelijk. Maar ook dan truck en dan andere vervoer. Dit wist ik niet. Wist jij dit? Nee, dat wist ik zeker niet. Daar sta ik van te kijken. En het wordt nog veel schoner. Ja, die transitie gaan jullie natuurlijk ook in. Zijn jullie aan het maken op dit moment, aan het doorvoeren? Want walstroom, daar moet gebruik van worden gemaakt. Stekkerschepen, zo noem ik ze dan maar even. Hoe gaat het daarmee? Nou ja, dat is hier in het Rotterdamse zijn we daar. En ik kijk ook even naar de wethouder. Heel hard mee bezig. Ik denk, ik ga zo nog iets positiefs zeggen hoor. Maar... Nee, dat mag. Robert, doe dat. Maar zijn we daar heel hard mee bezig. Ik zeg wel altijd, we moeten opletten dat we dat ook gestandaardiseerd doen. Ik gebruik zelf dan vaak het voorbeeld van het nippeltje. Als je naar Frankrijk vroeger ging, hè, dan had je zo'n nippeltje extra nodig om te kunnen tanken. Dan moeten we hier ook bij opletten van laten we dat voor zorgen. Want ze komen niet alleen in Rotterdam, we komen over de hele wereld. Maar dat die schepen dus overal aan de walstroom kunnen. En laten we er ook voor zorgen dat dat op het juiste voltage is. Want een binnenvaart. Schip, en ik zie daar iemand van de binnenvaart zitten voor straks. Ja, dat heeft een totaal vraagt om totaal andere vermogens dan zo'n grote Maersk schip wat hiervoor ligt. Maar het vraagt ook veel arbeid en veel geld, hè? Het is een grote investering die je dan vraagt. Het is zeker een grote investering. Van schepen. En dat vraag je aan beide kanten. Dus dat vraag je aan de reder om... Laat maar zeggen, de faciliteit aan boord van het schip te realiseren. Dat is een investering. Maar dat vraag je dus ook aan de havens. En we moeten er tegelijkertijd ook voor zorgen dat wanneer hier een schip aan de stekker komt, dat hier niet complete wijken in Rotterdam zwart komen. Grote verantwoordelijkheid, Robert Tiemans, ook voor jou als havenwethouder. Ten eerste zou ik zeggen tegen de jongeren. He, als je naar de zeevaartschool gaat, als je van school komt, dan verdien je ongeveer het hoogste startsalarissen van alle opleidingen. Wist ik dat ook is één. Wist ik ook niet. Het tweede voor de jongeren, je bent de helft van het jaar vrij. Dus even iets positiefs tegenover. Walstroom, ik hoor allemaal problemen, maar Rotterdam is niet groot geworden door dit soort gepraat, maar juist om dingen te doen. En het kan gewoon. Maar dat zegt zij natuurlijk ook, hè? Zeg jij positief zijn. Positief zijn, het gebeurt gewoon. Wij hebben ook gezegd hier, die cruiseschepen, we zijn, as we speak, zijn we gewoon die installatie aan het bouwen. Volgend jaar kunnen gewoon die schepen hier aan de stekker. En wij hebben ook gezegd in 2027, 1 januari, mocht allemaal niet, want het kon allemaal niet. Maar dat kunnen we wel gaan bepalen. Dan kom je hier alleen als je aan de stekker kunt. En voor de cruise sector is dat al lang geen probleem meer. Die anticiperen daar al lang op. Dus al die koudwatervrees is helemaal niet nodig. Binnenvaartschepen, weet je, dan kun je bijna overal aan de stekker. In de Rotterdamse haven, parkkade, we hebben allemaal kleine projecten. Maar waar we nu... 2027 is elektrisch de norm. Cruise. Hier, voor de cruise. Ja. En dat zijn 10 megawatt. Dat zijn echt de allergrootste schepen. Dat is vergelijkbaar met de grote containerschepen. En wat we nu, waar we nu mee bezig zijn, samen met het havenbedrijf, dat
die grote containerschepen ook aan de stekker moeten. Die zeggen allemaal, ja, is allemaal duur. Wie moet de rekeningen betalen? Ik heb daar zelf ook initiatieven. Ik ben met de burgemeester van Antwerpen en Hamburg. Hebben gezegd van, nou, we moeten wel een level playing field organiseren. Over dat level playing field.